Hallo allemaal, ik ben Joenio en welkom bij de voortbetooning van de 18e etappe van de Tour de France. Morgen hebben we nog eens een restaf voor de klemmers, want er zal waarschijnlijk gesprint worden. We reden van trier sur naar de bekende aankomstplaats Po. Dat betekent meestal dat we aan de Pyreneeën gaan beginnen, maar nu hebben we al een deel van de Pyreneeën gehad, natuurlijk. En uh, dat heeft ook zijn sporen al nagelaten naar de sprinters, want er zijn er niet al te veel meer over. Vandaag 171 kilometer te rijden, twee beklemmingen van vierde categorie. Na 53,5 kilometer hebben we de Côte de Madiran 1,2 kilometer lang aan 7% gemiddeld. Niet ver daarna volgt er een tussensprint na 73,5 kilometer in Orançon, maar daar is uh, de beslissing waarschijnlijk al gevallen. Want uh, Peter Sagan is zelf al zeker van die groene trui. En we hebben dan in de finale nog een klemmetje van vierde categorie. En dat is de Cote d'Anos. 2,1 kilometer lang en 4,6% gemiddeld. Dat is na 152,5 kilometer dus op minder dan 20 kilometer van het einde. Maar daar zouden de, sprinters, de resterende sprinters toch wel moeten over We hebben dan ook nog eens een volledig vlakke laatste kilometer en de kilometers daarvoor zijn zelf een licht dalende lijn. Dus eigenlijk perfect voor een massasprint. En als we dan naar de favorieten kijken, dan gaan we kijken naar Peter Sagan natuurlijk, naar Alexander Christophe en naar John Degenkoop. Eigenlijk de drie echte sprinters die nog in dat peloton zitten. Bedankt voor het kijken en tot morgen voor een volgende video. Dag!